te wachten op Karin, die is daar binnen. Maar deze auto staat hier de hele dag. Lieve vrienden, een goedemiddag. Ja, het is weer zaterdag en we leven nu ook op 11 september. Gisteren was trouwens mijn zwagerjaar, dat ben ik jullie vergeten te vertellen. Ik wist dat, want het staat op de kalender en vergeten doe ik hem niet. Maar ik dacht hem gisteren niet te bellen om een bepaalde reden, dus ik heb hem nou vandaag gebeld. Dus dat is wel weer goed gekomen. Ik zei, want vergeten doe ik je niet, lieverd, echt niet. Nee, het is de broer van mijn mannetje. Oh, zit er eentje er echt te schoonmaken. Maar in ieder geval, we leven ook om 13:57 en dat allemaal in 2021. Ook verwacht ik vanmiddag een Karin, maar ik heb haar nog niet weten te bereiken. Nee, ze heeft nog niet gekeken, gelezen op mijn app. Dus ik denk dat die nog in dromenland ligt op deze tijd. Maar ja, dat doet ze wel lekker uitslapen. En dan ten tweede, ze heeft ook heel veel pijn. Omdat ze gisteren binnenkwam, nou ze liep gewoon, ja, als ware mank. Terwijl het niet de been is, maar de buik. Maar je trekt natuurlijk overal naartoe. En ja, dat is niet fijn meer. Nee. En het is hier grijs, grauw en triest. Ook dat is niet fijn. Want ja, wat moet je nou eruit? Ja, honden uitlaten, vinden ze bekijken. Maar weet je, het ziet er niet prettig uit. Nee. Ik laat het jullie even zien. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar het is hier grijs, grauw en triest. Ja, dat is toch niet fijn? Nee, ja. Nee, echt niet. Ja, bar en boos. Ja, dan wil er eentje binnenkomen. Die krijgt zo even eten en dan kan hij ook wel weer terug daar naartoe. Doeg, meneer Kandolf. Ja, je krijgt zo hapjes. Je krijgt zo hapjes. Die bakje staat in de week. Maak ik zo schoon. En dan krijg je hapjes. Dus ja, zulke soort dingetjes. Ja, en ik heb mijn camera al tot zover geleegd. Enkel dat van gisteren. Moet er eigenlijk nog op. En dan heb ik de hele week bij elkaar. En dan kan ik het allemaal weer in elkaar gaan plakken en doen en weer naar YouTube brengen. Want van de week ervoor, dat is allemaal klaar. Ik heb nou niks meer. Ik moet het eerst weer in mappen doen voordat ik kan gaan herinneren. Dus ik heb het druk wat dat er gaat. Dus het zal gewoon thuis blijven zijn, denk ik. Ik weet het niet. En ja, we zien wel wat de dag ons brengen gaat. Ik weet het echt niet. Maar geniet er in ieder geval van met wat jullie doen. En geniet van mijn vlogs die je nog niet gezien hebt. Ja, geniet gewoon mee. En komt alles goed. Ik zou zeggen, geniet er maar. Zoals jullie zien, ben ik weer buiten en in het centrum. Ja, maak nog reclame, ook maak ik maar niet gesponsord. Maar ja, ik zeg lekker niks. Nee, ik sta er gewoon te wachten op Karin. Die is daar binnen. Om even wat lekkers te halen. Dus ik sta even op haar te wachten. En dan we maken er even een kleine gezellige middag van. Want Karin die kan amper lopen. Dus ja. Ook is het open monument een kijkdag. Dus dat is morgen ook nog. Ik weet niet of ik er wat aan ga doen. Want het is altijd hetzelfde. Wat je kan bekijken. Ja, daar kan ik niks aan doen. Maar we zullen het even beleven. Misschien dat ik morgen, als het knap weer is, er even op uitga. Even hier en daar kijken en dan komt het vanzelf wel goed. Dus ja, daar wachten we gewoon op. Lieve vrienden, zoals jullie zien ben ik weer lekker thuis. Ik ben met Karin even de stad door geweest. We hebben eventjes gezeten op dat plein voor Albert Heijn. En nog hebben we even wat zitten te nuttigen. En over de markt zijn we eigenlijk weer teruggegaan. Hekken weer richting haar logeeradres gebracht. En toen dacht ik van ja, wat moet ik nou? Ik speel Pokémon, dus ik heb geen items of wat meer. Dus
Ik heb mijn telefoon erbij gepakt en Pokémon erop gedaan. En ik ben heen gegaan om items te gaan zoeken. Dus dat heb ik weer erbij. En ik heb op de markt met Karin nog een bulletpaste gekocht. Want ik had er nog één. Daar is Rijka mee bezig. Oeh, lekker, 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 lekker. Ja. Hè? Die is voor jou, meisje. Ja, die is van haar. En ik had er eentje gekocht op de markt, want ik had er dus nog maar één. En daar legt die dame mee te smikkelen. Waar legt ze? Ik zie er niet eens. Ik zie er niet eens. Ik zie er zelf niet. Ik kan je nagaan. Nou ja, ik hoop dat jullie er wel zien. Ik zal toch haast wel. Ja. Zit er lekker te smikkelen, te smullen. Maar ja, oké, lieve vrienden, want ze doken ermee de mand erin en ze poept overal tegenaan. Ik denk, ja, meneer, ga maar naar buiten, hè, de ruimte, ja toch? En nou heb ik door dat weer ook, want het is zo gek, raar weer. Het is sowieso grijs en grauw en de lucht is scherp, doet je zeer aan je ogen, waardoor je ook dan weer hoofdpijn kan krijgen, hoeft niet, maar het kan. Zit onweer in de lucht, ook daar kan men hoofdpijn van krijgen. Zoals ik heb dat regelmatig, als het tenminste onweer in de lucht zit, en dat zit er nou in. En dan is het weer koud en dan is het weer hartstikke benauwd en warm en ja, heel gek. Misschien bij jullie ook zo, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik ga eventjes een spelletje doen. Ik moet nog renderen, ook dat moet nog, want dat zou ik al gedaan hebben, maar ja... ik ben lekker eventjes eruit geweest. En dat moet ook kunnen. En dat is ook, wat zei ik eerder, Monumentendag. Maar ja, ik weet 1, 2, 3 niet welke monumenten. Ja, het carillon weer, die wordt dan bespeeld. Ik ben vorig jaar in een bunker geweest wat vroeger het ziekenhuis was in de oorlogstijd. Dat ze daar ziekenhuizen hadden ingericht, et cetera. Dus ja, daar was ik vorig jaar. En dan moet ik nou eens een keertje, als morgen knap weer eens verder zoeken. Dat moet ik even via internet doen, want ik zou het echt niet weten. En ik ben niet van plan om ervoor te gaan betalen, weet je. Het is een open monumentendag. Dan moet je, naar mijn idee, moet je er gratis in kunnen. We hebben een prachtig monument. Wat ook een restaurant is. Kijk, wil je wat gebruiken? Oké, moet je gaan betalen. Oké. Maar beneden, het museum. Alles wat met vroeger te maken heeft. Laat dan die daar 2 dagen vrij zijn. Hè? Dat je kosteloos zo naar binnen kan. Bruidspaar mag zo naar binnen. Ik ben toen met mijn mannetje binnen geweest dat we trouwden, op onze trouwdag. Dus ja, hallo, doe het voor zulke dagen voor iedereen, weet je. Oké, het kost wel handenvol geld voor jullie, maar dat halen jullie door de week en andere dagen van het jaar er wel weer uit. Ja, want het is duur genoeg, dat museum. Ja, de intree, kanonnen. Maar oké. Lieve vrienden, ik ga mijn koffie opdrinken. Lieve vrienden, ik ben weer met de meisjes uit te lopen. En het is natuurlijk nog steeds ook zaterdag. En we leven om 18 uur 58. Maar deze auto staat hier de hele dag al. Ik zag hem vanmiddag eerder al. En ik vind dat zo super mooi, hè? Ja, ik vind hem zo super mooi. Echt wel. Dus ja... Hij heeft ook een invalide parkeerkaart, dus ja, hij is van mensen die wel moeilijk te been zijn als ik het zo bekijk, maar zo super! Echt grandioos. En dus dat wil ik jullie wel weer even laten zien. En hij staat hieronder dijkzicht. Ja, en bij de rest van de nieuwbouw die om het hoekje staat. Maar echt geweldig, of niet dan? Hij is super. Hier blijven, hè? Ja, er loopt nog een hondje langs. Maar ik vind die auto zo super. Dus ja, daarom zet ik hem even op de vlog. Dus ja, dat dus, hè. Geweldig, lieve vrienden.